Jan Standaar heeft nog geen licentie. Wat gebeurt er allemaal in het Belgisch voetbal? Hoe kan dat? Nee, er gaat, ik denk dat ook van de week Mouskroe dat ze moeten stoppen. Dus die krijgen ook geen licentie. En nu hebben ze ontdekt dat, dat een spelersmakelaar eigenlijk de eigenaar is van die club. Nou, dat mag niet. Zit je nou weer te lachen, joh? Nou, waar zit je nou? Zit je naar de tv te kijken ondertussen? Nee, ik zit naar jullie te kijken. Ja, dat zeg ik. Je zit naar de tv te kijken. TV te kijken, dan heb je klote dingen zitten kijken op Jim. Ik weet ook niet wat het is. Nee. Jullie Express, jongen, waterloos. Nee, jij hebt dat ding vast, volgens mij. 100% dat je dat weer Express doet. Even kijken, Feyenoord. Dikkie gaat blijven, hè? Lezen we overal. Dikkie gaat gewoon door. Ja, maar, hey, René, maar Lubanski was wel de beste, hè? Ja, natuurlijk, man. Oh, man, die speelde met één been, hè, speelde die. Ja. Hé, hey, Jan. Ja, die gozer, joh. Laat die gozer maar zitten, die andere drie. Heb je toch niks aan? Nee, joh. Jan, Brian Linssen. Ja. Moet die komen? Ja, ik ben de voorstander voor. Ik ook, maar ik word uitgelachen, hè, door Johan hierover. Ja, daar hebben ze mij ook al 3 maanden geleden lachten ze hem ook uit, dus. Maakt gewoon 15 goals bij Feyenoord. Ja. Hang het links buiten, nummer 10. Het is leuk dat je iets kan zeggen nou, Hansie. Ja, ik ben blij dat jij erbij bent, Jan. Ja. We zien nu alleen je oor nog, Jan. We hadden ook nog een leuk filmpje van jou, dat ik jouw oppas was. Of jij mijn oppas. Maar dat mocht niet uitgezonden worden voor jou. We zien nou weer te stom te lullen, joh. Ik ben bang oppas, dat dit een grap over Joke Bruijs hoort. Nee. Ja, 100%. Nee. Doe hem volgende keer, Jan. Ja, maar okay, Dick, dat Dick advocaat blijft, ben je blij mee, toch? Of niet? Dat Dickie doorgaat. Dat is fijn, toch? Ja, weet ik niet. Ik heb hem van de week had ik aan de lijn, maar hij zei niks, dus. Ja, hou dat toch op, man. Jawel, die gaat gewoon door. Dat is gewoon zeker. Ik ga er maar vanuit. Maar Jan, als Berghuis zou blijven, hè? En ja. hij krijgt Linssen erbij. En Sinisterra, die is straks in eind december weer fit. En dan heeft hij toch een behoorlijke ploeg? Ja, maar heet dat? Wat gaan ze inleveren? Want als ik hoor dat Pottergim krijgt geen contract, die krijgt geen contract. Dus ze moeten wel 3-4 spelers erbij hebben weer, hè? Hey, zie je dat lachen? Ja, Dickie ook half in beeld. Ja, sorry. Ja, joh, ik vind dat heel grappig. Vind ik dat. Ja. Waardeloze gasten, man. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, Aten Mos kan hier nog een puntje aan zuigen. Bedankt, Jan. Maar Jan, we zijn het over Brian Linssen eens, hè? Ja, dat zijn jullie eens. Zeker wel, Hansie. Ja. Helemaal goed. Hou je taaien met die drie. God, ja, kom je snel weer langs, Jan? Ik heb het zwaar. Ja, als 3 mei wordt er beslist, dan als een raket ben ik weg. Oké. Want nou word ik een beetje beschokken ervan. Ja. Oké, bedankt Jan. Tot de volgende keer. Jullie de mazzel. Ja. Amis en jullie. Je zal niet herkend worden op straat zo. Oké, goedjes. Hoi, hoi. Hey mensen, jullie moeten zeker kijken naar Veronica Insight. Met de nieuwe app Werelds.